Gespannen sfeer in Catalonië door het onafhankelijkheidsreferendum. 6 dagen voor het referendum staan het Spaanse en Catalaanse kamp lijnrecht tegenover elkaar. En de wet die de openbaarheid van de overheid moet regelen ligt onder vuur. De overheid heeft achterstallig onderhoud in het actief openbaar maken van informatie. Met zijn scherpe kritiek op topatleten verdeelt president Trump de sportwereld. En na Zeper tegen Manchester City hoopt Feyenoord tegen Napoli wel punten te pakken. Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Zometeen meer over de toenemende spanning in de Spaanse provincie Catalonië. Het centrale gezag in Madrid wil hoe dan ook voorkomen dat er aanstaande zondag een referendum wordt gehouden over de onafhankelijkheid van Catalonië. Dat zometeen. Eerst het andere nieuws met Dionne. Een constructiefout is de oorzaak van het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Ook bij andere gebouwen in ons land kan er iets mis zijn en daarom moet de gemeente nu gaan controleren. Op Eindhoven Airport werden vandaag maar liefst 2 onderzoeken gepresenteerd. En ze komen allebei tot dezelfde conclusie. Er was sprake van een constructiefout toen in mei een deel van de parkeergarage instortte. Er vielen wonder boven wonder geen slachtoffers die zaterdagavond. Er is een situatie gemaakt die heel kritisch was voor de belasting die aanwezig was. Eigenlijk was de constructie al kritisch met alleen maar zijn eigen gewicht zonder dat er verkeer op stond. Hier bij de TU in Eindhoven hebben ze de vloerplaten na de instorting getest. We hebben 2 prefab platen, we hebben daarop gestort beton. En de aanhechting tussen het prefab en het ter plaatse gestorte beton was onvoldoende om de krachten die op deze vloer werkzaam waren over te kunnen dragen. Zijn er meer van dat soort platen in de bouw gebruikt in Nederland? Wij nemen aan dat er van dat soort platen in de bouw aanwezig zijn. We verwachten echter dat ze niet in die kritische situatie zijn geplaatst, zoals dat in Eindhoven het geval is geweest. Er zijn dus meer grote gebouwen in ons land die eenzelfde foute bouwconstructie hebben. Gemeentes wordt dan ook gevraagd om te controleren of er van dat soort gebouwen in hun gemeente staan. Er gaat ook een schok door de bouwwereld, want wie heeft vaker gebruik gemaakt van dit soort foute constructies? Volgens de onderzoekers hier dreigt er geen direct gevaar, maar je zou zeggen, wat hier fout ging, kan dus ook op een andere plek fout gaan. De woordenstrijd tussen Amerika en Noord-Korea wordt steeds verder. Vandaag deed de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken er een schepje bovenop. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken sprak in New York dreigende taal tegen de Amerikanen. Hij reageerde op de dreigementen van president Trump. Die schreef zaterdag op Twitter dat de Noord-Koreaanse leiders het niet meer lang zullen maken. Vandaag zei de woordvoerder van het Witte Huis dat Trumps uitspraken niet zou moeten worden opgevat. Not at all. We've not declared war on North Korea. And frankly, the suggestion of that is absurd. En de Chinese VN-ambassadeur noemt de woordenoorlog tussen Amerika en Noord-Korea te gevaarlijk. Hij zegt dat alleen onderhandelingen voor een oplossing kunnen zorgen. In Zuid-Afrika is een groep van 36 Nederlanders beroofd. De toeristen waren op weg van het vliegveld in Johannesburg naar hun hotel. En hun bus werd vervolgens klemgereden door een auto met blauw zwaailicht op het dak. En daar zijn ze overvallen, echt ook met bruut geweld. De bussen stilgestaan, zijn in de bus gekomen en alle spullen zijn ontvreemd. Sommige mensen hebben zelfs een klap gekregen, dus het was echt een heftige ervaring. Het was gewelddadig, zegt u? Ja, met echt fors geweld, maar in ieder geval geweld. Met een paar klappen zijn ook wel even door artsen bekeken of het echt oké was. Ze zijn veel kwijtgeraakt. Kunt u vertellen wat er is ontvreemd of gestolen, werd er gezegd? Nou ja, eigenlijk bijna alles. Mensen hebben nog, hadden hun paspoort nog over het algemeen. Er zijn maar 3 mensen die geen paspoort meer hebben. Maar verder is alle bagage, alle waardevolle spullen zijn meegenomen. Dus ze hebben helemaal niks meer. Ja, en de hele groep heeft besloten om zo snel mogelijk naar huis te gaan. Ze vliegen morgen naar Nederland. Een meerderheid is voor de plannen om het eigen risico in de zorg volgend jaar gelijk te houden. De formerende partijen willen dat. De oppositie probeerde het eigen risico en de premie nog naar beneden te krijgen. Maar dat lukte niet.
Wie naar het ziekenhuis gaat, weet dat dat geld kost. Uit eigen zak betalen we €385 en dat blijft volgend jaar gelijk. En dat terwijl bijna alle partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, willen dat het naar beneden gaat. Dat betekent in ieder geval dat wij vinden dat het eigen risico met €100 verlaagd dient te worden. Omdat dat conform is de wens van 98 zetels in onze Kamer als je naar het verkiezingsprogramma kijkt. Maar verkiezingen zijn voorbij. Er wordt nu geformeerd. En dat betekent dat de ruimte om iets anders te doen er niet is. Hoe kunnen we nou met elkaar tot een regering komen? Heb je op een gegeven moment een compromis te sluiten? En dat is een feit, voorzitter. En dat is waarom dit voorstel er ligt. Omdat alles voor 1 oktober rond moet zijn, zit er veel druk achter. En dat zorgt voor irritatie bij de oppositie. Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Van wiens voorstel? Ja. Van wiens voorstel behandelen hier? Welk wetsvoorstel is dit, voorzitter? De minister staat er niet eens achter. Dat zijn de formerende partijen. En die formerende partijen bewegen niet. Morgen stemt de Tweede Kamer er al over. De overheid neemt maatregelen om het stijgende aantal besmettingen met meningokokken type W tegen te gaan. Alle baby's van 14 maanden moeten worden ingeënt met een combinatievaccin. Een prik is nooit leuk, maar volgens het RIVM hoogst noodzakelijk. Meningokokken, je kunt er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Baby's worden nu ingeënt tegen het type C. Dat is nu bijna helemaal weg. Wat je dan soms ziet is dat een nieuwe meningokokstam opkomt. Dat is een aantal jaar geleden in Engeland begonnen nadat het eerst in Zuid-Amerika was. En we zien nu sinds 2015 ook een toename in Nederland. Waar we eerder zo'n 5 gevallen zagen per jaar, zien we nu 5 gevallen per maand. En daarom wordt het vaccin aangepast, zodat het beschermt tegen de meningokokkenbacterie A, C, W en I. Ook jongeren tussen de 12 en 14 krijgen een uitnodiging. Waarbij we enerzijds hen beschermen tegen de infectie, omdat die ook vaker in die groep voorkomt. En anderzijds proberen we daarmee het dragerschap in de keel terug te brengen. Zodat ook de rest van de bevolking minder last zal krijgen van deze meningokok. Begin volgend jaar gaat het nieuwe prikbeleid in. De voormalige Amerikaanse politicus Anthony Weiner gaat 21 maanden de cel in. Hij verstuurde seksueel getinte berichtjes en foto's naar een minderjarig meisje. Ooit was hij een grote politieke belofte, maar daar heeft niemand het meer over vandaag bij de rechtbank in New York. Hier gaat het alleen nog over de seksuele schandalen rondom Anthony Weiner. En deze keer bemoeit ook de rechter zich ermee. Weiner stuurde vorig jaar seksuele berichtjes naar een meisje. Hij was toen 52, zij 15. Het verbaasde niemand, want Weiner heeft dan al een paar keer in zijn onderbroek op internet gestaan. Foto's per ongeluk op Twitter beland of gelekt door vrouwen met wie hij contact had. Dit soort schandalen kosten hem zijn baan als congreslid en zijn kandidatuur als burgemeester van New York. As I've said in the past, these things that I did were wrong. I have forgiven him. I believe in him. And as we have said from the beginning, we are moving forward. Maar uiteindelijk kost het hem ook zijn huwelijk. De rechter noemt hem ziek en straft hem zwaar. En zo verliest Weiner vandaag ook zijn vrijheid. Ja, gaan we door met nieuws over Spanje, Twan. Ja. De Spaanse regering noemt het ongrondwettelijk en illegaal. In Catalonië zeggen ze dat het hoe dan ook doorgaat. Het referendum over de afscheiding van Spanje. Aanstaande zondag moet dat referendum gehouden worden. En Nieuwsuur ging naar het Catalaanse dorp Pontons. De burgemeester daar wil het referendum voorkomen. De bevolking wil hoe dan ook haar stem uitbrengen. El referendo nos quita el sueño, porque tenemos ganas de que pase y que salga bien. Los catalanes estamos ansiosos. Als het aan de inwoners van het Catalaanse bergdorp Pontons ligt, stemmen ze zondag in een referendum over onafhankelijkheid. Maar er is één probleem: hun burgemeester. Es algo anticonstitucional, es ilegal 100%. Si la gente vota el día 2 de octubre, no pasa nada. Cataluña no tendrá la independencia. Op het dorpsplein hangen de Spaanse en Catalaanse vlag nog gebroederlijk naast elkaar. De burgemeester wil dat dat zo blijft.
Hij is de enige burgemeester in Catalonië van de Spaanse regeringspartij die het referendum verboden heeft. Bueno, es ilegal. Él piensa que es ilegal. Yo creo que no. Un referéndum, o sea, ilegal no puede ser nada que tenga que ver con la voluntad del pueblo de celebrar lo que es algo democrático, que es votar. Nunca puede ser ilegal. Bueno, es su carácter. Es su carácter. Él es político. Él le gusta la política. Es del otro partido. Y no congeniamos en esto. Pero en cuanto a alcalde es perfecto. Perfecto. Hace todo lo que puede por el pueblo y por la gente y por todos. Yo no he dejado las urnas ni he dejado ningún espacio público. Que se hace en una casa particular, me parece muy bien, que hagan lo que quieran, pero no tiene ningún valor ni ningún sentido. ¿Y el referéndum va a seguir? Sí, ya lo creo que va a seguir. Yo aquella noche no duermo, a las 7 de la mañana estoy levantada y a la puerta del... Pero por aquí no puede votar, ¿verdad? Votaremos. De alguna forma votaremos. De cualquier forma, pero no en espacio público, como dice el alcalde. Bueno, pues un espacio privado. Het omstreden referendum is uitgemond in een nationale crisis. En die is nu zelfs doorgedrongen tot het kleine Pontons. En dat is ongemakkelijk in een dorp waar de burgemeester niet alleen de buurman is, maar ook familie. Ella y yo no pensamos igual. No pensamos igual, pero la relación... Es una prima mía, no, muy buena relación. Nos discutimos, ayer nos discutimos, pero de aquí la sangre no pasa al río. ¿Pero cómo va la discusión? ¿Cuáles son los tópicos y qué mal discutimos? Que yo le dije que deje votar y él dice que no. Y así estamos. In Barcelona wordt ondertussen alles uit de kast gehaald om het referendum zondag nog door te laten gaan. De Spaanse autoriteiten hebben miljoenen stembiljetten in beslag genomen en duizenden extra agenten gestuurd om de stemming te voorkomen. Bij dit campagnebureau voor het referendum zien ze het met ledenogen aan. Lo lamentamos profundamente. Nos hubiera gustado que el referéndum se pudiera celebrar con un acuerdo entre iguales con el gobierno del Estado español. El problema que tenemos es que hoy el Estado español está obsesionado en no dejar votar al pueblo de Cataluña. De voorstanders weten dat de uitslag alleen maar geldig is als alles volgens de regels verloopt. Dat mensen hun eigen stembiljet moeten printen, zien ze niet als een bezwaar. No, aquí no hay ningún, o sea, el hecho de imprimir las papeletas es lo mismo que hacen todos los partidos políticos en toda Europa cuando hacen la propaganda electoral y que ponen las papeletas de su partido. Y lo que hicimos nosotros es facilitar al máximo que la gente pueda salir de su casa con la papeleta pues en el bolsillo, si lo desea, y si no van a encontrar las papeletas en el colegio electoral. Terug in Pontons. De 400 inwoners van het dorp hebben inmiddels een manier gevonden om tegen de wens van de burgemeester in toch te gaan stemmen. Ya nos han dicho el sitio que es un secreto, pero que es un secreto a voces, que todos ya lo sabemos y tenemos las papeletas preparadas, que las hemos sacado del ordenador y todo preparado, preparado y escondido, que no lo vea nadie y que no lo encuentren. Op een website die Madrid steeds uit de lucht haalt, kunnen Catalanen na registratie zien waar ze kunnen stemmen. In Pontons zou dat in deze straat zijn. Carretera Villafranca, sí? Número 35, que es ahí. Justo por ahí. Sí, es el 35. Es ese de ahí. Vale, Carretera Villafranca. Hola. Als we het aan de bewoners vragen, zeggen zij van niets te weten. No tienes ni idea dónde hay una urna privada para el referéndum el 1 de octubre. No, ¿no? Quizás más arriba del pueblo, pero no tengo ni idea. Supongo que si no lo cambian, en principio aquí, o si no viene la Guardia Civil y no nos deja ir, no lo sé. ¿Y crees que viene Guardia Civil? Yo, hombre, venir vendrá. Ahora que se lleven o no se lleven, no lo sé, pero venir vendrá. ¿Y van a proteger las urnas? ¿Quién? ¿Los españoles? No, a ustedes. ¿Nosotros? Sí. Pero proteger, ¿cómo? Claro, delante de la policía tampoco puedes hacer muchas cosas. Si ellos sí quieren actuar como están actuando, de manera, bueno, como si estuviéramos al siglo pasado.
Creo que hemos llegado a una situación que no tendríamos que haber llegado. En consecuencia, falla algo aquí, ¿no? En we gaan naar Rob Zoutberg, onze correspondent in Barcelona. Rob, hoe is de stemming daar in Barcelona? Ja, het is gewoon raar. Je hoort dat ook in die reportage. De sfeer is gewoon heel vreemd geworden. Alles is raar geworden met dat referendum wat nu echt volgende week zondag gehouden gaat worden. Hier achter me in de haven liggen de grote ferryschepen klaar met daarin duizenden manschappen die zijn opgetrommeld vanuit de rest van Spanje om de orde te gaan bewaken tijdens dat referendum. Sterker nog, dat referendum te gaan voorkomen. En intussen de hele dag door gebeuren er hier dingetjes. Er zijn invallen ook geweest in Lleida. Huiszoekingen in zeker 30 gemeentes waar ze ook dat referendum willen gaan houden. Ook daar zijn ze op zoek naar stembiljetten. En ook daar is de sfeer raar geworden. Vandaag hier ook overleg in Barcelona tussen politiediensten. En ook die politiediensten, daar is nu niet meer de baas van de Catalaanse politie. Want hij is inmiddels vervangen door een kolonel die vanuit Madrid hier naartoe is gestuurd. Nou, en zo rollen alle gebeurtenissen over elkaar heen. Het wordt steeds raarder, maar het spel wordt wel echt heel serieus gespeeld. Ja. Even de context erop van deze geschiedenis tussen Madrid en Catalonië. Dat gaat ver terug in de geschiedenis en dat gaat terug naar de vorige eeuw, naar dictator Franco. Hoe erg is dat zuur en dat ongenoegen tussen die beide streken? Ja, nee, dat zuur dat is er en dat zuur is voelbaar. Dat zuur dat duikt altijd weer op als het gaat over het lastige verleden dat Spanje heeft. Franco, de man die vanaf 1939 tot 1975, echt een hele lange periode, dictator hier was. Een periode die hier goed herinnerd wordt. Een periode waarin het de Catalanen verboden was om Catalaans te spreken op straat. Er mocht niet in Catalaans onderwezen worden. Nou, dat hebben ze allemaal onthouden. Ze hebben ook onthouden hoe Franco altijd met de lange lat kwam als er problemen waren in Barcelona of in op andere universiteitenplekken in Catalonië. Er kwam altijd weer de politie om met de knoet langs om die Catalanen even een lesje te leren. Nou, dat is allemaal niet vergeten. En die herinnering die komt ook onmiddellijk terug op het moment dat, zoals nu, Madrid dus ook weer duizenden politieagenten hier naartoe stuurt. Wat toch echt wordt uitgelegd als een manier om de Catalanen opnieuw een lesje te leren. Net wel, dat van Franco, dat duikt overal op, altijd in heel Spanje, over welk onderwerp het ook gaat. Het wordt overal gevoeld. Het heeft ook te maken met een lastige transitie. Hè. Het moest allemaal heel snel gaan, de komst naar de dictatuur. Er mocht geen bijltjesdag komen, dus mensen die misdaden begingen konden ook op hun plek blijven. Nou, dat speelt allemaal mee. De wond is nog open en die wordt hier, door wat nu gebeurt, eigenlijk opnieuw ook weer opengereten. Rob, wat denk jij? Je kent het land heel erg goed. Hoe ziet Spanje eruit over een week? Gaat het referendum door aanstaande zondag en dan? Maandag, dinsdag? Hoe is de situatie dan? Ja, nou, dat is de interessante vraag. Hè. Dat het een rotzootje gaat worden op zondag, dat is makkelijk te voorspellen. Maar hoe gaat het daarna? Het viel me net hier op, hè. Hier naartoe lopend. Alle straten hangen vol met vlaggen. Sie, referendum, democratia. Het hangt helemaal vol met die vlaggen. Maar let wel, dat is de helft van de bevolking hier. De helft van de bevolking wil die onafhankelijkheid. Maar die andere helft, die wil dat niet. Die andere helft, die heeft geen affiches in de straten. Die heeft geen vlaggen wapperen. Die mensen houden zich stil. Maar let wel, jij hebt het erover, hè? 2, 3, 4 oktober, dan moeten al die Catalanen toch op een of andere manier weer bij elkaar komen, met elkaar gaan praten, ze zullen met elkaar verder moeten. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig geworden door alles wat er nu gebeurt deze dagen. Mensen staan echt lijnrecht tegenover elkaar en ze moeten toch echt weer bij elkaar komen. Een debat dat alleen met woorden gevoerd wordt, of denk jij dat het kan escaleren? Nou, ik moet je zeggen, je houdt soms je hart vast. Het gaat nu allemaal leuk, gezellig, vriendelijk, mooie bijeenkomsten waar mensen bij elkaar zijn. Maar met natuurlijk zo'n gespannen situatie, met die duizenden politieagenten hier, mensen op straat die daar staan. De vlam die kan natuurlijk in de pan slaan, er kan een ongeluk gebeuren. En ja, ik weet niet of de grote mensenmassa dan nog te controleren is. Dankjewel, Rob Zoutberg vanuit Barcelona. Zometeen een Nieuwsuur. Het is een rel van formaat. Dit weekend noemde president Trump sporters die uit protest knielen bij het volkslied klootzakken. Get that son of a bitch off the field right now. Spelers, coaches en eigenaren van de clubs nemen gezamenlijk afstand van de kritiek van Trump. Dat zometeen, maar eerst. Burgers en journalisten die documenten willen inzien van de overheid kunnen sinds jaar en dag een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur. Als de overheid, bijvoorbeeld een gemeente of een ministerie, inzage weigert, is de wet openbaarheid van bestuur het breekijzer.
Op initiatief van GroenLinks en D66 kwam er een nieuwe, nog transparantere wet. De WOO, de Wet Open Overheid. Die wet ging door de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer is de wet voorlopig gestrand. Plotseling was die te duur en te tijdrovend. Of wordt de wet misschien om andere redenen gedwarsboomd? Radar doet onderzoek naar problemen met borstimplantaten. Journaliste Jet Schout probeert via de wet openbaarheid van bestuur vertrouwelijke informatie boven water te tillen. Ik wil heel graag weten wat de naam is van een fabrikant die een mogelijk vervuilde siliconen borstimplantaten op dit moment op de Nederlandse markt produceert. Die naam wil ik weten. Ik niet alleen, maar met mij heel veel vrouwen in Nederland. En weet u het al? Nee. Over bevolkte hygiëne in ziekenhuizen kan iedereen via de wet openbaarheid van bestuur informatie bij de overheid opvragen. Informatie die de overheid zelf niet actief naar buiten wil brengen. De informatiehuishouding van de overheid, daar is niet heel veel in geïnvesteerd. Die is achterop geraakt. Dat zie je bijvoorbeeld bij die bonnetjesaffaire van Veiligheid en Justitie. Dingen kunnen niet meer gevonden worden. Nou, dat is de ene kant van de zaak. Dat leidt er ook weer toe op zijn beurt dat de passieve openbaarmaking, dat dus burgers steeds meer komen vragen bij de overheid om die informatie. Nou ja, dit zijn dus de alle WOP-verzoeken waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. 7 mappen, hè? 7 mappen, ja. Ja. Maar ja, en als je dan wat krijgt, dan is het dus, ziet het er bijvoorbeeld zo uit. Alles is gezwart. Er zit een ambtenaar die, ja, die alles weglakt wat wij niet mogen zien, wij journalisten. Ook over onderwerpen als bijvoorbeeld de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn en hygiëne in slagerijen weigert de overheid vaak brieven en rapporten vrij te geven. Daarom dienen D66 en GroenLinks een wet in om die informatieplicht beter te regelen. De wet Open Overheid. Dat is een wet die eigenlijk aan de ene kant de overheid verplicht om informatie die de overheid heeft openbaar te maken. Dat de overheid dat zelf doet. Bijvoorbeeld de overheid zit op grote aantallen documenten over luchtvaart, over het eigen functioneren, over wetten, over uitvoeringsmaatregelen, over sociale zekerheid. Dat dat soort dingen bekend wordt. De tweede kant van de wet Open Overheid is dat je een recht hebt als burger op toegang tot die informatie. Nou, die twee dingen bij elkaar gaan eigenlijk uit van de gedachte dat die overheid van ons allemaal is en dus ook de informatie die de overheid heeft van ons allemaal is. Aleid Ringelberg van de ambtenarenvakbond CMAF vindt het een goed idee als de wet Open Overheid wordt ingevoerd. Ik vind het belangrijk dat deze wet er gaat komen in de huidige tijd waar digitale ontwikkelingen en transparantie heel belangrijk zijn. De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer twijfelt over de wet. Uit een rapport dat 3 ambtenaren schrijven voor een consultantsbureau blijkt dat de nieuwe wet extra werk betekent voor 1000 ambtenaren en het miljarden meer gaat kosten. Aan de ene kant kost die wet Open Overheid zeker iets, maar veel van dat geld is ook gewoon achterstallig onderhoud. Van 30 jaar lang, waar je eigenlijk weinig hebt geïnvesteerd in het actief openbaar maken van informatie. En vertrouwt u die cijfers? Ik vertrouw die cijfers in die zin niet dat er ook wel wat overdreven is in het rapport. Het is eenzijdig. Zo wordt bijvoorbeeld een kostenberekening gemaakt van het e-mailverkeer. Dat zou allemaal openbaar moeten worden gemaakt. Dat is helemaal niet waar die wet toe verplicht. Dat is wel allemaal zo begroot. Als het gaat om de uitstoot van gevaarlijke stoffen of problemen in ziekenhuizen, vindt de ambtenarenvakbond dat er veel, maar niet altijd alle informatie moet worden vrijgegeven. Heel veel is openbaar, kan openbaar zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat ambtenaren onderling met elkaar hun creatieve proces, hun uitwisseling van gedachten, toch in vrijheid kunnen doen. Als je dan misschien een beetje kritisch denkt, zou je kunnen zeggen, wil de overheid eigenlijk helemaal geen openheid? Nou, daar lijkt het wel een beetje op als je dat rapport leest. Hè? Dus dat openheid eigenlijk maar hinderlijk is voor de overheid. En maar duur, en maar lastig, en maar vervelend. Terwijl dat juist de bedoeling is. Wij willen meekijken wat die overheid doet. En dat een strengere wet nodig is, vindt ook journalist Jet Schouten. Want bij het onderzoek naar borstimplantaten wordt ze nu van het kastje naar de muur gestuurd.
We zijn nu ruim een jaar verder en we hebben tientallen brieven gestuurd, verschillende keren gebeld, er is zelfs een advocaat opgezet. Maar wat ik nou echt het storende vind, dat het zo ontzettend lang duurt, niet zozeer dat ze geen antwoord geven op mijn vraag als journalist of dat ze antwoord geven aan Radar waar het hier nu precies om gaat. Maar wat ik echt heel erg storend vind, is dat de vrouwen die hiermee te maken hebben en die worstelen met deze vraag, hebben ze zo'n implantaat, ja of nee, die krijgen ook geen antwoord. Het woord is nu aan de Eerste Kamer, maar er zijn dus twijfels of de nieuwe wet echt miljarden extra gaat kosten. Zeker nu via de wet openbaarheid van bestuur een e-mail is opgedoken, waaruit blijkt dat ambtenaren de nieuwe wet onder tafel proberen te vegen. Die e-mailcorrespondentie maakt duidelijk dat er een bewuste strategie is om de wet open overheid niet door te laten gaan. En een kern daarvan is uit een e-mail van 31 maart wel, waarin een topambtenaar schrijft, bedenk dat we bezig zijn met een exercitie die mede tot doel heeft om te voorkomen dat er een wet komt die een onbehapbare werklast met zich mee zou brengen. Een duidelijke strategie om die wet vanuit een departement te stoppen. Dat vind ik wel de kern, een bewuste strategie aan het werk om ervoor te zorgen dat die wet er niet komt. Ja, en in Den Haag zorgt de inhoud van de gewopte mails ook voor opschudding. In ieder geval bij een van de twee initiatiefnemers van die wet. Als je een wet bedenkt die meer openheid van de overheid vraagt, krijg je te maken met weerstand. Dat weet Linda Voortman, Kamerlid voor GroenLinks en mede-indiener van de wet Open Overheid. Ik vind het wel schokkend om dit te zien. Ik ben nu al 5 jaar met deze initiatiefwet bezig. En als ik dan zie hoe hard de lobby gevoerd wordt, hè, vanuit gemeentes of provincies. En dus ook vanuit ambtelijke kringen om deze wet ja, toch te proberen tegen te houden. Dat vind ik heel erg. Het oordeel van ABD Topconsult, een adviesclub van topambtenaren, is het zoveelste voorbeeld van de weerzin tegen haar wet, vindt Voortman. Dat maakt ze vooral op uit deze interne e-mail. Nou ja, kijk, hier in deze toren, daar zit dus zo'n ambtenaar, die dan dus schrijft, en ik kan wel even citeren. Bedenk dat we bezig zijn met een exercitie die mede tot doel heeft om te voorkomen dat er een wet komt die als zodanig een onbehapbare werklast met zich mee zou brengen. Dus het doel is vooral om te voorkomen dat er een wet komt die meer overheidstransparantie beoogt. En waarom schrijft zo'n ambtenaar dat dan op? Ja, een ambtenaar werkt voor een minister en die bedenkt dat dus niet uit zichzelf. En minister Plasterk heeft de afgelopen jaren veel geprobeerd om de wet open overheid tegen te houden. Dat is hem gelukkig niet gelukt. Maar kennelijk probeert de minister nu op deze manier toch alsnog zijn zin te krijgen. En hoe duidt u dat? Ja, dat heeft gewoon de schijn van misleiding. Ik vind dat Plasterk dit moet uitleggen. En GroenLinks heeft daarom ook een debat hierover aangevraagd. Hij moet dit echt komen uitleggen. Steven van Weijenberg, Kamerlid voor D66, is ook indiener van de wet. Zijn toon over minister Plasterk is milder. Het was geen verrassing voor mij dat deze minister geen voorkeur heeft voor deze wet. Dat hij daar eigenlijk ook tegen was, was in de Tweede Kamer ook zo. Uw collega Linda Voortman, met wie u de wet mede heeft ingediend, zegt het heeft er alle schijn van dat de minister het parlement heeft proberen te misleiden. Vindt u dat ook? Ik kan het allemaal niet bewijzen, dus ik vraag me ook af of het ons verder helpt. Ik vind het gewoon een hele slechte zaak. De wet ligt nu bij de Eerste Kamer. Van Weijenberg vindt het daarom zinvoller zich niet op de vertrekkende minister Plasterk te richten, maar op het overtuigen van de senatoren. We zullen volle kracht doorgaan in de Eerste Kamer om te laten zien hoe ontzettend belangrijk dit is. En dat het ook echt gewoon kan. Dus kom maar op met die vragen, zeg ik bijna tegen de Senaat. En dan gaan wij heel driftig pennen en laten zien dat dit echt kan, die openbaarheid, en dat het ook echt de hoogste tijd is. De Eerste Kamerleden zijn natuurlijk volksvertegenwoordigers die heel precies ook kijken naar de wet, die stevig op de inhoud zijn. Heeft u ze al gesproken? Nee, ik heb ze nog niet gesproken, maar ik ga ervan uit dat zij heel zorgvuldig naar deze wet zullen kijken en dat ze zich niet zomaar op een verkeerde been laten zetten door Plasterk. Ja, we vroegen verantwoordelijk minister Ronald Plasterk om een reactie en die zei, als de Kamer een toelichting wil, zal ik die geven. Liet hij ons vanavond weten. Bij ons in de studio Tom Barkhuis, welkom. Hoogleraar bestuursrechten aan de Universiteit van Leiden en advocaat. En u doet veel van dit soort WOP-zaken. NRC Handelsblad bericht hierover afgelopen zaterdag. Tweede Kamerlid van GroenLinks, Linda Voortman, die zegt het heeft de schijn van misleiding. Heeft ze gelijk? Ja, ik denk dat ze daar wel een punt heeft. Een uiterst belangrijke studie die gedaan is aan de kosten van de invoering van de wet Open Overheid. En die wordt eigenlijk geblokkeerd, die invoering, op basis van deze cijfers. En daar komt nu toch een soort besmetting over te liggen. Er komen twijfels over. Ja, de cijfers die zijn,
discutabel. We weten niet precies of dat allemaal klopt. En in ieder geval wat we wel weten op basis van deze mail is dat ambtenaren en misschien ook wel politici die wet tegenwerken. Wat moet er gebeuren, vindt u? Ja, ik denk, we kunnen vaststellen dat de Tweede Kamer die wet heeft aangenomen. Moet de Eerste Kamer van heel goede huizen komen om dan te zeggen, we gaan er toch niet mee door. De blokkade ligt nu in die cijfers. Die cijfers zijn besmet. En dus moet er op zijn minst een onafhankelijk onderzoek komen naar de daadwerkelijke kosten van de invoering. Waarbij tegelijkertijd dan mee wordt genomen de baten van die wet open overheid. Want die blijven nog een beetje buiten beeld. En mijn idee is, als je die meeneemt, dat je een veel rooskleuriger beeld krijgt uiteindelijk. Maar baat is natuurlijk moeilijk te meten, want het gaat om ons. Het gaat om burgers en journalisten die graag willen weten, is er misschien iets verborgen? Hoe zit een dossier precies in elkaar? Dus dat is misschien lastig te meten, de baten daar. Een andere vraag die ik heb aan u, hoe steekt Nederland eigenlijk af tegenover andere Europese landen als het gaat om een transparante open overheid? Ja, Nederland was bij de invoering van de huidige wet, de wet openbaarheid van bestuur, nou, was het echt wel een koploper in Europa. Maar de afgelopen jaren zijn we links en rechts ingehaald door allerlei landen. En nu zitten we toch echt wel een beetje, nou ja, in de middenmoot, iets onder de middenmoot wat dat betreft. En daarom is die wet open overheid ook zo goed. Want dat zorgt er weer voor dat we een koppositie innemen die ook in overeenstemming met de eisen die het Europese recht aan ons stelt. Het Europese recht zegt namelijk, voor journalisten en onderzoekers moet je echt een veel ruimhartiger openbaarmakingsregime maken. En je ziet het in die stukken die we ook in de reportage laten zien. Dat weten natuurlijk heel veel journalisten. Als je al stukken krijgt, dan zijn vaak de essentiële dingen zaken die zijn weggelakt in zo'n document. Ja, en dat is ook een gevolg van dat er andere belangen moeten worden meegewogen. Dat is op zich niet verkeerd, want er kunnen bedrijfsvertrouwen gegevens zijn. De eenheid van de kroon kan in het geding zijn. Allemaal rechtvaardige reden om te zeggen dat gaat niet zomaar de openbaarheid in. Voor iedereen beschikbaar. Maar die wet open overheid die beperkt eigenlijk de mogelijkheden om te zwachten, om dingen weg te lakken. Er moet een betere belangenafweging aan de grondslag worden gelegd. En even de andere kant van het verhaal. Er zijn natuurlijk ambtenaren en politici die denken, ja, alles wat ik opschrijf, iedere e-mail kan openbaar gemaakt worden. Ik kan daardoor iedere dag, iedere minuut van de dag in de politieke problemen komen. Mm-hmm. Hebben ze daar gelijk in? Nee, ik denk dat ze daar geen gelijk in hebben. Niet op grond van de huidige wet, niet op grond van de nieuwe wet open overheid. Daar zitten genoeg mogelijkheden in om gevoelige passages, om die niet openbaar te hoeven maken voor een ieder. En dat blijft ook onder die nieuwe wet zo. Dus dat is een beetje een vals argument. Wat er wel moet gebeuren als je die wet in werking treedt, is dat er een betere motivering plaatsvindt. Je moet beter uitleggen als je dingen niet openbaar wil maken. Ziet u die wet nog door de Eerste Kamer gaan? Ik was heel lang pessimistisch. Maar nu met dat raar genoeg op grond van een WOP-verzoek bekend worden van toch een zekere druk op de berekeningen, ja, is er weer een nieuw momentum, zou ik zeggen. Er moet er een onafhankelijk onderzoek komen. En dat zou wel eens die wet weer vleugels kunnen geven. En dat zou goed zijn. We gaan kijken wat het gaat betekenen allemaal. Bedankt voor uw komst vandaag. Zo dadelijk in Nieuwsuur. Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst aan de vooravond van het Champions League-duel met Napoli. Over weer een blessuregeval. Het is een rel van formaat in de Verenigde Staten. Dit weekend noemde president Trump sporters die knielen uit protest bij het volkslied klootzakken. Het gebaar van de sporters is bedoeld als protest tegen het geweld van politieagenten tegen zwarte verdachten. Trump riep dit weekend op tot een boycott van clubs die geen maatregelen nemen tegen hun spelers. Maar spelers, coaches en eigenaren van clubs namen gezamenlijk afstand van de kritiek van hun president. Oh, say, can you see? In Amerika groei je op met het volkslied van high school tot met college. Elk sportevenement begint met het volkslied. Daar breng je eer aan de vlag uit en vervolgens begint de wedstrijd. By the dawn's early light. Iedereen gaat staan, draait zich naar de vlag en zingt mee. Rechterhand op het hart. En als je dat niet doet, dan word je gecorrigeerd. Nou, wat is er gebeurd? Colin Kaepernick, die is quarterback geweest bij de San Francisco 49ers, die heeft op een gegeven moment geweigerd om te gaan staan tijdens het afspelen van het volkslied. Dat was vlak voor een wedstrijd. En dat deed hij omdat hij aandacht wilde opeisen voor de Black Lives Matter kwestie. Nou, vanaf dat moment gaat een balletje rollen. Zijn contract wordt niet verlengd aan het einde van het seizoen. Hij krijgt geen nieuw contract. Ondertussen reageren allemaal spelers en coaches op de situatie van Colin Kaepernick. Want hoe kan het nou dat zo'n goede speler geen contract krijgt? Nou, dat heeft allemaal te maken met die actie. Ondertussen reageren niet alleen spelers en coaches, maar denkt ook Donald Trump, ik ga daar een duit bij in de zak doen. En die heeft afgelopen week heeft hij daar iets over gezegd tijdens een rally. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired!
Afgelopen zondag zijn dus bij heel veel wedstrijden is er een protest geweest van spelers samen met eigenaren die dan wel knielend of zittend of arm in arm langs de zijlijn stonden om te laten zien dat ze solidair met elkaar waren en het zeer oneens waren met Trump. Heeft Trump dit onderschat, zijn eigen tweets en zijn eigen berichtjes? Nou ja, dat is denk ik een antwoord voor heel veel van zijn acties. Ik weet niet wat die man allemaal in zijn hoofd doorgaat. Maar hij denkt dat hij de baas op aarde is. En hij denkt dat als hij vindt dat iemand anders maar moet ontslaan, dan moet het maar gebeuren. En ja, je hebt dan steenrijke eigenaren van de NFL die daar anders over denken. Die wordt niks verteld. Die bepalen zelf wat ze gaan doen. En dan zie je dat dit soort dingen gebeuren. We have a great country. We have great people representing our country, especially our soldiers, our first responders, and they should be treated with respect. And when you get on your knee and you don't respect the American flag or the anthem, that's not being treated with respect. Ik denk dat hij zijn hand overspeeld heeft en daar nu de gevolgen van moet gaan zien. Ik denk, als dit zo doorgaat, dat hij hier nog wel eens over zou kunnen struikelen. Zo groot kan het worden. Naar onze correspondent in Washington, Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Ja, eerst maar eens, hoe zijn de reacties, niet alleen onder sporters en coaches, want dit gaat nu veel verder. Hè? Hoe is er gereageerd op die uitspraken van president Trump? Ja, bijzonder heftig, want je moet weten, bijna driekwart van de sporters in American football is zwart. En dan zegt president Trump wel, ja, dit heeft helemaal niets met ras te maken. Maar ja, die acties van Kaepernick en andere sporters zijn natuurlijk begonnen als een protest tegen racisme, als een protest tegen politiegeweld, tegen zwarte Amerikanen. En als een witte president tegen zwarte sporters zegt, dat mag je niet doen, je moet de vlag en de volksriek respecteren. Ja, dan ervaren die zwarte sporters dat natuurlijk als een diepe belediging, want zij zien hun protest juist als hun recht, als vrijheid van meningsuiting. En dat verklaart ook waarom afgelopen weekend 150 sporters openlijk op het veld protesteerden tegen die uitspraken van Donald Trump. Dat bleef overigens niet alleen beperkt tot het American football. Je zag het ook bij andere sporten. Neem basketballer LeBron James, een van de beroemdste sporters hier in Amerika. Ook hij liet van zich horen. We are at a time where the most powerful position in the world has an opportunity to bring us closer together as a people. And inspire the youth and put the youth at ease on saying that it is okay for me to walk down the street and not be judged because of the color of my skin or because of my race. And he has no recollection of that. And he doesn't even care. Ja, Arjen, dat was LeBron James. En nu die eigenaren van de sportclubs, dat zijn rijke, blanke mannen. En het zijn ook nog vaak mannen die geld hebben gegeven aan de presidentscampagne van president Trump vorig jaar. Hoe reageren die nu? Ja, die zijn tamelijk ambivalent. De afgelopen dagen waren ze wel bijzonder kritisch. Neem Robert Kraft. Dat is de baas van de New England Patriots, een van de grootste teams in het American football. Ja, hij zegt dat de uitspraken van Trump alleen maar verdeeldheid zaaien. En dat is ja, opvallend, want inderdaad, Robert Kraft is een van die mensen die dik bevriend is met Donald Trump. Eerder dit jaar gaf hij nog een politieke donatie van maar liefst $1 miljoen aan Trump. En dat deden ook wel andere club-eigenaren. Maar nu zijn ze kritisch en dan speelt ongetwijfeld commercieel eigenbelang een rol. Want ja, Trump heeft nu opgeroepen tot een boycott van de NFL. En daar zijn die clubeigenaren doodsbenauwd voor. Die houden het liefst politiek en de verdeeldheid die het met zich meebrengt ver buiten hun stadions. En dan een belangrijke vraag, denk ik, Arjen. Waarom heeft de president dit onderwerp nu juist gekozen? Afgelopen weekend in een tijd dat er oorlogstaal en retoriek is met Noord-Korea. Ja, en je zou denken, wat een domme zet van de president. Waarom zou je de sportwereld tegen je in het harnas jagen? Het is ook een ongebruikelijke zet, want presidenten gebruiken sport altijd om het land te verenigen. En Trump lijkt nu precies het tegenovergestelde te doen. Maar Trump is ook een intuïtieve politicus. Hij weet dat dit goed valt bij zijn eigen achterban.
En niet alleen zijn achterban, want de meerderheid van de Amerikanen vindt gewoon dat je het volkslied en de vlag moet respecteren. En het is ook geen toeval dat dit de timing van dit alles, want Trump heeft een hele lastige week achter de rug. De zoveelste republikeinse poging om Obamacare te ontmantelen, ja, lijkt weer een vroege dood te serven. Met deze actie leidt hij de aandacht af van zijn problemen. En door zijn achterban een stuk rood vlees toe te werpen, ja, probeert hij te voorkomen dat zijn eigen aanhang begint te morren. Duidelijk, dankjewel. Arjen van der Horst in Washington. En we blijven bij sport. Henry. We gaan naar Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst. Die heeft na het wegvallen van zijn topscorer en spits Nicolai Jurgensen nu ook kopzorgen over zijn verdediging. Op de dag voor de Champions League-wedstrijd tegen Napoli blijkt dat Erik Botteguin zaterdag tegen NAC zijn kruisband heeft gescheurd. Hij ligt er tot de winterstop uit. Ik begrijp dat wij de bijdrage nog niet krijgen. Hij komt er nu aan. Feyenoord begint dus morgenavond zonder de misschien wel belangrijkste pion in de verdediging. Erik Botteguin bleef achter in Rotterdam en Giovanni van Bronckhorst wist vanochtend al dat hij niet zou kunnen spelen. Maar de ernst van de blessure werd pas later duidelijk. Ja, ik denk een anderhalf uur geleden hoorden we het nieuws dat er natuurlijk een ernstige schade was in de knie. Met zijn achterste kruisband. Dus, is dat gescheurd of wat is dat? Ja, hij is gescheurd. Niet helemaal, maar wel een groot gedeelte. Dus die zijn we, denk ik, tot na de winterstop kwijt. Goeiedag. Ja. Dan moet hij vervangen worden. Wil je daar al iets over zeggen voor morgen? Nee. Daarna somde van Bronckhorst wat andere blessuregevalletjes op. En toen werd wel duidelijk dat Jerry Sint-Juste de beoogd vervanger centraal achterin is. Hij komt terug van een schouderblessure. Jerry die zaterdag ongelukkig valt, die eind van de middag niet beschikbaar is voor de wedstrijd. Jens, waarbij zijn knie vocht krijgt een dag voor de wedstrijd, s'avonds. Dus, ja. Ja, hoe is het met Toornstra eigenlijk? Kan hij gewoon spelen? Toornstra is er gewoon bij. Die gaat ook dadelijk trainen. Dus ook eigenlijk hetzelfde geldt voor hem als voor Jerry. Dus allebei de training goed doorstaan, zijn ze voor morgen beschikbaar. Is dit dan een wedstrijd om uit het dal te kruipen of is dit nou een wedstrijd om verder ingeduwd te worden? Nou, ik bekijk het altijd positief. Maar ja, gezien het spel van de afgelopen weken en het kaliber van de tegenstander, lijkt er weinig te halen. En is dan 11 man voor de goal en proberen de nul te houden bijvoorbeeld, of is dat te simpel? Nou, dat is wel te simpel. Het vraagt wel iets meer, maar het is natuurlijk wel een moeilijke tegenstander die in vorm is. Die alles wint in de competitie en daar zullen we ons tegen moeten wapenen. En dan zijn er ook nog eens geen eigen supporters bij, want het uitvak is en blijft leeg. Maar ik begrijp wel de keuze van de club en van de autoriteiten in Napels om geen fans toe te laten. Dus dat respecteer ik wel. Alleen ik vind het wel jammer omdat je eigenlijk je steun van je eigen publiek altijd nodig hebt. Ja, de grote man van de tegenstander Napoli is de 1,69 meter hoge Dries Mertens. En daarmee is hij trouwens nog 4 centimeter langer dan de grootste voetballer die Napoli ooit had, Diego Maradona. Mertens scoorde vorig seizoen 34 keer. En ligt dit seizoen prima op schema om dat te evenaren. Jarenlang zagen topclubs hem niet staan. Pas na 3 seizoenen AGOVV en ook 2 jaar FC Utrecht durfde PSV het met hem aan. En nu is hij dus een grote meneer bij de Rode Duivels en bij Napoli. Spelers die nu in de Europese top voetballen, maar ooit in Nederland begonnen. Ze zijn stuk voor stuk lovend over die periode in de Eredivisie. Ja, enorm. Ik heb mensen leren kennen die mij geloofden. En ik heb, weet je wel, Nederland is voetballend heel sterk. En voor jonge spelers denk ik dat het heel belangrijk is. Hoe anders is Italië? Met andere woorden, wat vind jij nou het grootste misverstand over de Serie A? Het grootste misverstand, dat weet ik niet. Maar wat heel anders is, hier zijn echte mannen. En hier zijn ze, ja, hier denken ze tactisch veel, veel meer. Waar in Nederland misschien kwalitatief betere spelers heeft. Maar tactisch is het gewoon aanvallen en niet te veel nadenken aan verdedigend. En Italianen denken meer vanuit het verdedigende en vanuit daar gaan we voetballen. En dat maakt het wel moeilijk. Word jij echt met, of wordt een Italiaan in de Serie A of jij veel met opdrachten het veld ingestuurd? Of ja. Jij moet aan meer dingen denken, ja, dan bij Utrecht of PSV? Ja, nu gewoon. Kijk, bij PSV of Utrecht was het gewoon die wedstrijd voorbereiden, even de spelers bekijken. Maar niet echt hoe dat zij speelden of wat zij gevaarlijk deden. Of wat de, hier is het echt alles analyseren. Ja, en dat houdt in bij de Italiaanse koploper onder leiding van een zeer bijzondere trainer dat de wedstrijd tegen Feyenoord al volledig in het hoofd is gespeeld voordat er wordt afgetrapt. En de Belg, Mertens, is er heel veel beter door geworden.
Wat is een apriscatole? Geen idee. Ja, zo word jij genoemd. Een blikopener. Ja, dat is iets wat ze in het begin zeiden. Omdat ik van op de bank inviel. En dan de wedstrijd, maar dat wil ik niet meer horen. Nog iets wat je niet wil horen. Noemen ze jou hier Ciro omdat je veel doelpunten maakt of omdat je Napolitano bent? Nee, dit is gewoon een bijnaam die ze mij geven. Omdat ik ben iemand die probeert me aan te passen. En ik probeer hier zoals die mensen hier te leven. En dat vinden ze, dat appreciëren ze enorm. Hij schittert momenteel in Sao Paulo, in dat imposante stadion hier. De club staat bovenaan, wint nagenoeg alles en Mertens beweegt zich als een prins tussen de linies. Dit Napoli is sterk, met een elftal dat elkaar blindelings kent. We zijn allemaal hier gebleven en ook door de trainer die wou blijven en die bij de groep bij elkaar wou houden. En, ja, dat maakt onze ploeg wel sterker. Nou, één ding, jullie hebben verloren in de Champions League van Donetsk. Mm-hmm. Dan moet je tegen Feyenoord. Ik bedoel, ja, of er druk op staat niet, maar ja, jullie gaan of moeten gewoon winnen. Ik bedoel, Ja, we moeten zeker winnen, want we willen verder en dan is deze wedstrijd belangrijk. Kleine grote mannen hier in Napels. Maradona was het, Zola en Dries Mertens. Het is echt waar. Ja, Mertens met Napoli tegen Feyenoord. Een samenvatting morgen te zien in Nieuwsuur. Dankjewel, Henry. Het nieuws van morgen, Dionne. Morgen hoort de bestuurder van de hoogwerker die een dodelijk treinongeluk veroorzaakte in Dalfsen wat voor een straf hij krijgt. De man van 23 reed de overgang over toen er een trein aankwam. En de machinist kwam daarbij om het leven. In Parijs geeft president Macron een toespraak waarin hij zijn ideeën voor de toekomst van de Europese Unie ontvouwt. Het zou gaan om een 10-puntenplan met voorstellen voor onder andere het versterken van de Europese economie. En vanaf morgen gaan de kinderen weer langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Kijk ook nog even naar het weer. Vannacht in het noorden wolkenvelden en in het noordoosten wat regen. Het koelt af naar 11 tot 9 graden. Morgen wolken, zonnige periode. Lokaal valt er een buitje en dan wordt het 17 tot 19 graden. Dankjewel, Dionne. Dit was het voor vanavond met Nieuwsuur. Morgen zijn we er natuurlijk weer en vanavond rond 12 uur op NPO 1. Het laatste NOS-journaal. Graag tot morgen. Fijne avond. Thank you.